Hoi allemaal, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur. En gisteren heb ik op school de kraanvogel laten zien en hoe je die moet vouwen. Maar ja, na één instructie is dat natuurlijk nog best wel lastig om zelf te doen. Vandaar dat ik hem even op YouTube zet, in dit filmpje. Ik begin met een vierkant. Hou alles zoals ik het nu laat zien. Ook dit is de voorkant, dit is de achterkant. Dus als ik zeg hou hem voor, dan bedoel ik deze kant. Achter bedoel ik deze kant. Ik ga eerst de rechte vouwen maken. Vouw het blaadje deze kant op naar de punten toe. En zorg dat je een goede vouw hebt. En vouw hem weer open. Dat is één. We draaien hem een kwart om. En we vouwen hem nog een keer naar de punten toe. Maak een goede vouw. En vouw hem weer open. Draai nu het papiertje helemaal om. En zorg dat hij zo als een ruit voor je ligt. En doe nu deze punt naar de andere punt. Zoals dit. En maak weer een goede vouw. Zoals deze. En vouw hem weer open. Draai hem weer een kwart om. En vouw nog een keer die ene punt naar de andere punt. En maak weer een goede vouw. En vouw hem weer open. En nu zie je dat er al een bepaalde vorm in zit. Maar je moet hem nu even omhoog duwen vanuit het midden naar boven toe. En dan krijg je deze vorm. En nu vouw je hem zo in elkaar, zodat er een vierkantje ontstaat. Aan de bovenkant heb ik nu een vaste punt en aan de onderkant kan die open. Laat die open kant naar je toe liggen, naar voren liggen. Vouw hem nog even goed, zodat het vierkantje goed zit. En ga dan deze lijn naar het midden vouwen, zoals dit. Dus je vouwt deze lijn naar het middenlijn, naar de middenlijn toe en je maakt een goede vouw. En dan ga je de andere, deze kant, naar het midden vouwen ook. Dus doe deze, op, en je ziet het al, dan ontstaat er een vlieger. En als je die twee kanten hebt gedaan, draai hem helemaal om. En vouw je ook die naar het midden toe. Zodat er een echte vlieger ontstaat. Dit bovenste deel kan je nu helemaal zo vouwen, zodat er een goede vouw komt. En ook naar de andere kant toe vouwen. Het gaat weer om de vouw die daar moet zitten, die je nodig hebt bij de volgende. Om nu verder te gaan, vouw je deze twee flappen open. Pak je hier het puntje, dat is dit puntje. Je houdt hem hier vast en je houdt hem ook een beetje hier vast. En je vouwt hem zo open. Helemaal open. En deze twee zijflappen, die vouw je weer naar het midden toe. Zodat ze netjes helemaal zo komen te liggen. En dan krijg je een hele grote vouw die kant op, naar de achterkant toe. Je draait hem om. Je doet weer deze twee flappen omhoog en je pakt weer het puntje hier, deze. Je houdt hem weer goed vast, zodat hij hier op deze streep vouwt. En je zorgt weer dat deze en deze punt naar elkaar toe gaan. Je ziet het, bij mij gaat het ook niet altijd goed. In de klas gisteren scheurde die zelfs. Ik vind dit de lastigste vouw van de kraanvogel. En nu heb je weer hetzelfde aan beide kanten. Aan de bovenkant hoor je nu dit flapje te zien. Zorg dat deze aan de bovenkant zit. Dan kan je nu aan de onderkant deze weer naar het midden vouwen. Net als toen straks, maar nu is het nog ietsje kleiner. Dus vouw hem zo
En zo. En doe datzelfde met deze naar het midden toe. Dus ook weer. Zo. En vouw hem goed stevig. Zodat hij zo zit. Ik draai hem om. En nu ga ik weer deze kant naar het midden vouwen. Dus zo. En dan doe ik hetzelfde met de andere kant. Zodat je dit figuur krijgt zoals die nu eruit ziet. Je ziet nu aan deze binnenkant nog steeds een puntje zitten. En aan deze kant heb je twee losse delen. Leg hem weer zo neer voor je. Dus dat aan de voorkant die losse twee losse delen zitten. En vouw dan één van de twee zo schuin omhoog. Zodat dit lijntje van deze streep, zeg maar, die je hier ziet, hetzelfde wijst als die. En het gaat hier om de vouw. Dus je vouwt hem nu weer heel goed. En de andere kant op doe je hetzelfde. Nu ziet het figuur er eventjes zo uit. Maar die vouw je allebei weer terug. Want het ging alleen om de vouw. In de klas ging dit stapje niet helemaal goed. Het gaat er nu om dat je hem een beetje schuin houdt. Hier met je vinger tussen. En hier heb je net die vouw gemaakt. Hè? Hier zie je hem zitten. En nu vouw je hem helemaal erin. En eigenlijk vouw je dit gedeelte weer helemaal terug. Je ziet het, dat gaat bij mij ook niet altijd helemaal vlekkeloos. Het is een beetje pielen. Als dit helemaal zit, dan ziet dat er zo uit. Dus je hebt hem eigenlijk naar binnen gevouwen. En dit wordt het kopje of de staart. Het is maar net wat je wil. Ik maak er het kopje van. Dat kopje vouw je ook weer naar binnen toe. Dat is het kopje. De andere kant doe je hetzelfde. Dus je vouwt dit zijstukje weer een beetje open. Je kan daar gewoon met je vinger in. En dan kan je hem deze kant opvouwen. Op. Naar boven. En dan zorg je ervoor dat hij ook weer een beetje zo schuin zit. En dit is dan de staart. De vleugels, die zitten nu aan de bovenkant, die vouw je en zit deze kant op. Draai hem om. En deze kant op. En nu is die bijna klaar. Nu kan je hem rustig uitvouwen en dan heel voorzichtig vouw je hem open. En tada, daar is je kraanvogel. Nu kan je hem aan iemand geven. En volgens de legende van de kraanvogel brengt dat die ander geluk. Dus hopelijk krijg jij er ook een paar. Veel plezier met het maken van de kraanvogel. Ik hoop dat dit je iets verder op weg helpt. Einde van dit filmpje. Tot de volgende vlog. Doei!